maar naar binnen. We gaan op de foto. Nee, joh. Nou, Winkels Harmonie is gewoon een gezellige groep. We hebben altijd, we kunnen serieus muziek maken, maar we kunnen ook nou, heel veel lol met elkaar maken. En soms is de dirigent wel eens van, jongens, het wordt nu tijd dat we weer een beetje muziek gaan maken. Maar ja, dat hoort erbij. Dat is ook typisch Winkels Harmonie, zeg maar. Bas, jullie eerste noot alsjeblieft heel erg mooi intoneren. Daar gaan we. Het is muzikaal nogal een feestelijk jaar in de Noordkop. De ene na de andere vereniging viert een jubileum. Van 50 jaar jong tot 150 jaar oud. Muziek maken is een traditie. Ik ben Marijn van der Weijden. Ik speel eerst klarinet bij Winkels Harmonie. Inmiddels al 10 jaar. Hoe is dat gekomen? Hoe ben je erbij gekomen? Dat ik in groep 6 zat, kwam Winkels Harmonie met een aantal instrumenten bij ons op school. En die mochten we allemaal uitproberen. En vervolgens mochten we kiezen, wil je klarinet of trompet spelen voor een paar weken om te proberen. En aan de afsluiting daarvan hadden we een concert met de harmonie op het schoolplein. Dat was gewoon een beleving. Ik wilde niks anders meer. Wat speel je het liefst? Veel muziek. Ja? Ja. Wat is daar zo mooi aan dan? Dramatisch, groots? Dramatisch, groots. Het heeft echt een verhaal. Je weet, ieder moment van de muziek weet je eigenlijk wat er gebeurt. En dat maakt het levendiger. Kijk goed, luister goed, voel elkaar aan. En maak er iets moois van. We zijn natuurlijk een echt dorp, Winkel, een heel gezellig dorp. Hoe belangrijk is die harmonie in het dorp? Nou ja, dat is best wel belangrijk. Als er gebeurtenissen zijn in Winkel, nou neem bijvoorbeeld het bloedmecorso, dan staan wij als eerste op de lijst om voorop te lopen in de optocht. Dat is al, nou maar ik van het begin af aan zowat heeft Winkels Harmonie meegelopen. Dat is echt, het is een hele klus, maar echt hartstikke leuk om te doen. Je zit er nu 10 jaar bij. Wat gaat de toekomst doen? Nou, ik hoop zo lang mogelijk hier te blijven, ook met school. En gaan we voor 50 jaar jubileum. Ja, dan mag je nog even. Ja. Ja. Ben nog jong. Een beetje trots op die 130 jaar? Wij zijn best wel trots op onze vereniging inderdaad. Dat komt toch niet zo vaak meer voor dat verenigingen inderdaad zo oud worden. En we kunnen het nog steeds allemaal behappen. Dus we hopen dat nog een aantal jaren in ieder geval ver vol te houden. Tot een volgend jubileum. Wordt een mooi jubileum, ja. Ja, zeker weten. Ja.